Jonge Ajax en FC Den Bosch zijn de nummers 10 en 12 in de keukenkampioendivisie. Het verschil op de ranglijst is slechts 1 punt in het voordeel van de Amsterdammers. Jong Ajax, dat 10 dagen geleden zijn laatste wedstrijd speelde en toen met 4-3 won op bezoek bij FC Dordrecht. Dit is na een kwartier. Hele goede actie van spits Christian Rasmussen. Zwak verdedigd door Stan Maas. Ook niet best gekiept door Wouter van der Steen. En Jong Ajax staat op voorsprong. Het doelpunt dus van Christian Rasmussen. Zesde doelpunt van het seizoen voor de Deen. Daar gaat hij langs Stan Maas. En ook Van der Steen heeft geen antwoord. Ploeg van John Heitinga op een 1-0 voorsprong. Basisplaats bij Jong Ajax voor Silvano Vos. 17 jaar, speelt op het middenveld. En Jong Ajax is sterker in de eerste helft. Hier is Vos. Laat zich niet aftroeven. Fitz Jim. Kikpiri, die als linksback speelt in deze wedstrijd voor Jong Ajax, zet goed door. Maar stuit op Wouter van der Steen, weer niet best verdedigd. Door Stan Maas, de centrale verdediger in de formatie van Jack de Gier. Den Bosch is in vorm, won de laatste twee wedstrijden tegen NAC en De Graafschap. Won inclusief de bekerwedstrijd 6 van de laatste 8 wedstrijden en is dus vol vertrouwen. Regeer, Sontje Hansen. Bijna is het 2-0. Dat FC Den Bosch veel vertrouwen heeft, zie je eigenlijk niet terug in het spel van de ploeg van Jack de Gier in de eerste helft. Goeie actie van Fitz Jim, die niet wordt aangepakt en dan zorgt voor 2-0. Zijn eerste doelpunt sinds februari van vorig jaar. Kian Fitz Jim, de aanvoerder van Jong Ajax. Het is geen verwoestend hardschot, maar wel goed geplaatst. Toch zou Wouter van der Steen hier meer kunnen doen. 2-0 is comfortabel voor Jong Ajax, maar Den Bosch laat het er niet bij zitten. Voorzet van Danny Verbeek. Zoeken naar de van Arsenal gehuurde spits Nicolai Müller. En die wordt hier opnieuw gezocht en gevonden. Tom de Graaf gepasseerd, de keeper van Jong Ajax. En dan staat het 2-1 op slag van rust. Eerste doelpunt van het seizoen voor de huurling van Arsenal. Tweede helft dan. Invalbeurt voor Jaden Banel. In de ploeg gekomen voor Sontje Hansen. Vos probeert het en scoort. Eerste doelpunt van het seizoen voor die 17-jarige middenvelder. Hij viert het met Gabriel Missewi. En het verschil tussen Jong Ajax en FC Den Bosch is weer 2. Het staat 3-1. Na 5 minuten voetballen in de tweede helft. Tom de Graaf. Den Bosch zet vol druk. Hamouti komt er niet aan. Hier is Rasmussen. Rasmussen neemt veel risico. Speelt de bal te ver voor zich uit. Van Grunsven. Verbeek. Van Grunsven. Het hoeft niet altijd hard. Het gaat via de binnenkant van de paal. En het staat 3-2. Tweede doelpunt van het seizoen voor de centrale verdediger. Teun van Grunsven. Den Bosch. Dat het overigens doet zonder Victor van der Bogert, die nog uitblinken was voor Den Bosch in de wedstrijd tegen De Graafschap, die met 2-1 werd gewonnen. Fitz Jim. Rasmussen. Rasmussen zoekt de verre hoek. Regeer stapt opzij en Rasmussen maakt zijn tweede doelpunt van de avond. Het verschil is weer 2. Ajax staat met 4-2 voor. En ook hier moet de keeper van Den Bosch, Wouter van der Steen, passen. Dan een eigen doelpunt. Een eigen doelpunt van verdediger Olivier Aartsen. Zo wordt er ontzettend veel gescoord op Sportpark De Toekomst. Is dit tamelijk ongelukkig voor Aartsen. En Den Bosch toch weer dichterbij. Invallen Patoulidis met de opening. Aardige voorzet en die bal valt voor de voeten van Nicolai Müller. En daar is dan de 4-4 in de 83ste minuut. Goeie voorzet van Asier Cordoba die in de ploeg is gekomen bij Den Bosch. Bij de eerste paal wordt de bal gemist, maar dan gescoord door Müller. Het eindigt zeer doelpuntrijk in 4-4.